Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag voor mij dinsdag, voor jullie donderdag, dus voor jullie is het een nieuw jaar. Deze vlog komt pas in 2015 online, dus ik wens jullie bij deze een heel gelukkig nieuw jaar. Ik hoop dat jullie een leuke auto nieuw hebben gehad en er echt van hebben genoten. Voor ons is het morgen auto nieuw, dus dat ga je natuurlijk morgen ook zien in de vlog, maar... Ja, deze boodschap kan ik jullie al meegeven. Vandaag heb ik wel een beetje een drukke dag. Om 10 uur krijg ik bezoek van Ioni. En Eon, haar zoontje. Dat zoontje is 8 weken of 9 weken inmiddels. En op Twitter had ze... Ja, klets ik wel eens met haar. En op Twitter had ze een oproepje dat ze iemand zocht die een draagdoek te lenen had. Ze zei, nou, dan kun je mij ook ophalen. En toevallig een vriendin van mij die gaat draagdoeken verkopen in de webshop. En... voor echt een superleuke prijs. Echt heel goedkoop en superleuk. Dus zodoende gaan we afspreken. En gaan ze kijken waar die draagdoek van mijn vriendin die ook komt. Van Vera. En kijken of het iets is. Nou, en ik kan dan gelijk Eon ontmoeten. Heel schattig klein ventje. Dus ik heb er heel veel zin in. En vanmiddag gaan we nog op visite bij een vriendin van ons. Verder heb ik best wel veel op de planning staan voor de blog. Want ik heb echt gewoon niet vooruitgewerkt. Wat ik normaal altijd doe. Ik heb echt gewoon alleen maar het artikel voor vandaag. En that's it. Dus ik moet echt veel doen. Filmpje editen voor morgen. Dus ik moet voor de site best wel wat doen. En... ik hoop ook nog een keer te sporten vandaag. Dus druk. Maar goed. Een leuke dag. Ik ga Lana mee naar beneden nemen. En dan gaan we ontbijten. De outfit van vandaag is... een top van Primark. Daar zit die ketting in verwerkt. Ik heb ook met hem heel veel ketting aan. Dus deze top. Dus die vlindertop. Erg leuk. Met een cardigan vestje. En natuurlijk mijn horloge. En dit is een broek, skinny jeans van de Primark. Dus zo ziet dat er wel leuk uit. Een beetje basic, maar toch wel een beetje speciaal. Maar even wat schoenen uitzoeken en that's it. Even weer de decemberkalender, vakje 30. Ster, niks aan. Nou, nog 1 dag. En die dag hoop ik op de wand, maar ik ben bang voor niets. Of extra spel, maar goed. Of ja, dan maar de kerstman dat ik nog een kaart krijg. Vaak doe ik demonstratie. Maar ze vindt het wel prima. Moet ik even helpen? Nee hoor. Ze heeft alleen al van die hele mooie lange voetjes. Oh, wat gezellig. Hey, nee. Oh, en op de rug. En op de rug met tante Vera. Even open doen. Ioni is hier gezellig. Hallo. Hallo, met Eon. En we hebben het draagdoeken geprobeerd. Superleuk. En dat beviel wel, toch? Beviel zeker. Ja. Oh, Lana die is hier de boel aan het verkennen. Dat mag niet, hè, schat. Zo. Er is een pakketje binnengekomen van Vistaprint. Ik had namelijk een nieuwe visitekaartjes besteld. Dit zijn ze. Ik had eerst een heel ander ontwerp. Dit zijn shiny kaartjes. Dit is het logo en dit is de achterkant. Dit is echt super mooi. En briefkaarten. Dus dan kan ik, als ik post verzorg en pakketjes en winactiedingetjes en dat soort dingen, kan ik deze meesturen. En dan kan ik een boodschap op de achterkant zetten. En stickers. Poppen, ook brieven en dat soort dingetjes. Om het nog maar officieel een merkje te geven. 1000 visitekaartjes. Dit zijn nog, ja, ik weet even niet meer, 250 of zo. Weet niet precies. En dit zijn er ook weer een heleboel vellen. Dus ik kom er even vooruit. Daar ben ik erg blij mee. Nou, Lana ligt net op bed. Ik ga nu heel hard aan de slag. Want zodra ze wakker wordt, ik hoor er al een beetje hoesten. Maar zodra ze wakker wordt, ja, heb ik gewoon geen tijd meer. En ik moet een jaaroverzicht van morgen maken. En dat is heel veel werk. Daar wil ik ook echt veel tijd voor nemen. En een vlog bewerken. En daarna had ik afgesproken met een vriendin. Dus het is echt even druk en een beetje te veel gepland voor vandaag. Maar goed, ik ga gauw aan de slag. Nu zit ik met Lana in de auto. Ik ga op weg naar een vriendin. Ga ik even op de thee. En Lana... Nou, Lana vindt het heel erg leuk om als ik aan het vloggen ben, om even geluid te maken. Gaat zij met een vriendje spelen en dan ga ik met haar lekker bijkletsen. Dus... let's go, even ontspannen, want het was echt even hard werken om dat artikel goed te krijgen, maar het staat nu goed. Straks nog even mijn vlog bewerken en dan staan we weer op schema. Top! Oh, nou, gezellige visite. Nou.
Hier, de kindjes samen. Moezel en Pip. Nou, zoals je kunt zien hebben de kindjes lekker te spelen. En dan hoort erbij. Zo, ik ben weer terug met Lana en ik ben aan het koken. We hebben een zuurpop gehad van mijn schoonouders, dus die ben ik aan het opwarmen. En Lana zit in het stoeltje. Dus even lekker opwarmen en dan gaan we daar eten. Yannick is namelijk ook al thuis gekomen, dus dat is fijn. Kunnen we zo lekker eten. Cirkel met een kuiltje, Jus. Hoi Yannick. Hoi. Ik ben ook de hele tijd thuis. Lekker. Ja. Een cirkel. Amam. Ik zit achter de computer, want ik moet de vlog voor morgen nog bewerken. En over een half uur is, of iets minder dan een half uur, is Irma, mijn sportvriendinnetje hier. Dan gaan we sporten. Oh, dus het is even aanwikkelen. Maar goed, ik ben in ieder geval lekker bezig, zullen we maar zeggen. En ik zit de vlog dus aan het bewerken, die jullie dus gisteren gezien hebben. En ik zie dus dat er gewoon maandverband begon ligt. En dat is natuurlijk helemaal geen big deal of zo. Maar ik had echt even zoiets van, ga ik dit verwijderen? Nee, ik laat het gewoon zitten. Wat maakt het uit? Dus dit is die ik nou bewerk, of die ik nu maak, die jullie nu kijken, is de ene laatste vlog. Morgen is de laatste dag van volgend het jaar uit. Voor jullie, ja, voor mij is het morgen dus oud en nieuw. En we gaan morgen hele leuke dingen doen. We gaan morgen lekker gourmetten in de avond en spelletjes doen. Oudjaarsloterij, dus misschien als jullie dit zien ben ik al miljonair. Maar ik weet niet of ik dat zou bloggen. En verder gewoon een gezellig avondje, lekker het jaar afsluiten. Dus daar heb ik echt heel veel zin in, dus dat wordt denk ik ook weer een hele leuke vlog. Ja, ik hoop dat jullie morgen weer kijken. Zo, ik ga naar de sportschool. Hiep. Ik moet nog mijn sportschool aandoen en dan haal ik Irma op en dan gaan we sporten. Oh, hiep. Doei. Zo, we zijn bij de sportschool. En we hebben zin in. We hebben zin in. Oh. We hebben er zin in. Heel veel. Lekker steppen. Zo, ik ben weer terug van sporten. Oh, wat is hier wazig? Huh? Daar ben ik weer. Ik ben terug van sporten. Ik heb steps gedaan. Weer steps. Voor de tweede keer, want ik had het al heel lang niet meer gedaan. En... Maar ik merk toch dat het wel echt een hele goede workout is. Het is echt 1 uur helemaal kapot gaan. Het is echt best wel pittig. En ook veel spieroefeningen doet hij dus door. Dus dat is dus heel fijn. Het is nu 9:30. En ik... ik weet niet. En ik ga zo douchen. En daarna, ik lig weer met Yannick onder een dekentje. Wat zijn we toch schattig. Ja. Ik ga zo douchen en daarna ga ik de vlog van morgen, die nu geüpload is als het goed is, op YouTube, ga ik in de blog plaatsen. Vanmorgen is het de laatste dag van 2015. De laatste vlogdag ook morgen. En dan gaan we oud en nieuw vieren. Daar hebben we veel zin in. Wat gaan we dan doen? We gaan een gourmetten. Ik heb een klein vuurwerkpakketje. Kan jou even inzoomen? Wacht even hoor. Mij inzoomen. Wat gaan we morgen doen, Yannick? Wij gaan morgen gourmetten. Mm-hmm. Als ik terugkom van mij. Mm-hmm. Dat moet natuurlijk ook wel werken. En even kijken, dan gaan wij in ieder geval een fles champagne drinken. Met Lanaatje gaan we in ieder geval een nieuwjaar vieren. We gaan niet met Lana champagne drinken. Nee. Lana gaan we met Lana vieren. En de oudjaarsvertrekking? Oh ja, ja, maar daar gaan we niet vanuit. Misschien miljonair, oh, misschien nee, miljonair worden. Nee, niet. En spelletjes? Dat wel. Dus ik ga weer even uitzoomen. Oh, wie? Ja, dat is wel fijn. En nou ja, het is in ieder geval heel veel in verschiet voor jou. Wordt een hele gezellige vlog ook, dus zeker kijken morgen. Want hun bekijken dit al in 2015, hè? Ah ja. We zitten al in 2015. Ik nou, niet nou, hoor. Gelukkig niet, ja. Oh, of zoiets. Ja. Oké, nou, we gaan de vlog van vandaag afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ook doe een duimpje omhoog als je het jammer vindt dat dit de ene laatste vlog is. En tot de volgende video. Tot morgen. Doei!